Ja, en ondertussen ben ik weer even lekker in het zonnetje gaan zitten. Het is heel warm. Spike is er even gezellig bij komen zitten. I'm here with some friends from Germany. What's your name? Ida. Well, ladies, it's pretty hot, is it? This session at the VIP area. Thank you. Enjoy. I know my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it off. But I got just enough to get off in this club. Have me a good time before my time is up. Hey, let's get it out. Both teams in Pool L in the women's competition. First referee for this match is Mr. Danny Paul. He is from the USA and he's assisted by Mariko Satomi from Japan. We start with a team from China, wearing the yellow jersey with number one. Give up for Paul. One. Her partner with number two, Yuan Ye. Their opponents from Italy wearing the green jersey. Let's hear it for number one, Marta Menegatti. Her partner wearing jersey number two, Victoria Asito. China won both matches. It was 2-0 against the Netherlands and 2-0 against Argentina. Italy also won both matches, 2-1 against Argentina and 2-0 against the Netherlands. So the winner of this game will be number one in their pool. And also the winner will stay in the Rotterdam. So that's a big advantage. Referees, ready! Line judges, are you ready? Ball kids and scorers, are you ready? Public, are you ready? Let's play some beach volleyball!
block, my block. On this floor, top side block. Yeah, my block, my block, my block. On this floor, top side block. Ook helemaal bovenop de SS Rotterdam wordt het mijn blok beter aan. Het was nog niet helemaal synchroon, ook moeilijk met z'n drieën, allebei, alle drie de gelijke kant op te gaan, maar het komt vast goed straks. Points played in the first set, it's 7-0, side switch. Thank you.
je van de Makkamedekapie. Maar ja, dat mag ook. Van 7-7 gaan ze in één ruk door naar 10-7. De voorsprong van Wieper. Ondertussen in de stralende zon de Transavia Beach Girls. En dat zijn schoenen de meisjes uit China, maar vooral de meisjes uit Italië, want zij staan 3 punten voor. Het is 12-9 in de eerste set. Thank you.
met een verschil van 15-13 is de tussenstand. Die eerste set. Nou, we liggen in de eindfase. Score 15-13. Italy 2 points ahead. China. En daarmee komen ze op gelijke hoogte 15-0 China. En ik wilde zeggen, China mag weer gaan sferen, maar dat mag pas na de timeout. Oké, mevrouw. Set point at China.
Nou is de eerste set 21-16 in de eindstand. Wang Ye van China win de first set. Ja, en ik zit weer hier lekker in het stralende zonnetje. En Richard, als jij het niet erg vindt, hou ik mijn zon er even op, want anders zie ik eigenlijk geen steek. Hier bij het Beker Beach Volleyball. Jij dacht, ik kom even kijken. Aan je werk te beginnen met een flesje water. Geniet van de rest van de wedstrijd. Dankjewel. Dat kan dus zomaar voorkomen dat Juri bij u op de tribune gaat zitten en u een gratis zonnebril geeft. Luisteren we ook heel goed naar elkaar.
even zelf naar mij, want ik was een heel gemakkelijk puntje. 6-4. Waarschuwing uitgedeeld aan Italië. Weer een tijd te wekken. Thank you.
Punten gescoord door China 8 tegen 11. Daardoor de tussenstand in die tweede set. En de bal prachtig met de knokkels over het net gespeeld. Wang serveert. Binnen de lijnen van de bal precies en het gelukje voor China. 9-12, we go into the technical timeout, 9-12. En de Tanzania Beach Girls hebben er weer zin in, ze staan bijna klaar. DJ! Hey, doe eens anticipa. Als ze het veld verlaten, komen de vier dames die niet verloren spelen het veld erop. China against Italy. En is China to serve. Score is 9-12 in the second set. The first set. Met de China. Deze dames werden helemaal naar de rechterzijde geduwd. En toen was het eigenlijk heel simpel om de bal in het open deel van het veld te plaatsen. De voorsprong is 6 punten, 16-19. Ja.
Van der Leeuwen geprobeerd om bij de tweede scheidsrechter te vragen of de bal inderdaad was aangeraakt, ja of nee. Nou, we kunnen het zelf mee kijken op het grote scherm. Dat kan eigenlijk niet de bedoeling zijn. Want dat betekent namelijk dat als de scheidsrechter hier fout zit, dat de speelsters gaan kijken. Kijk dan. Maar goed, ook de kamer mee te maken was een foutje. Van de tweede set, 18-13, het verschil is 5 en Italië mag straks gaan serveren. Door het spelen van een derde set. En dat geeft ons natuurlijk de tijd om weer te genieten van onze eigen Transavia Beach Girls. What are you gonna do? De beslissende set tot met 15 punten en veldwissel na iedere 5 gespeelde punten. Het is een korte veldwissel na iedere 5 gespeelde punten. First serve for Italy, Marta Menegatti. Cadeautje voor Italië.
impara. Situation, short cross court. En het balletje valt precies binnen de lijnen. Prachtige bal. Om op gelijke hoogte te komen, werd door het fout 3 gedaan. 5-3. Ja, dat was een prachtig geweldig aan het net. En het foutje aan de kant van Italië was natuurlijk zeer onbewust. Dus ik werd eigenlijk een beetje in de wacht gelacht door die bal. 4-3 af. 6-5 Italië. Houd je van elkaar, maar zo'n prachtig punt.
daar overheen en is opeens de voorsprong verdwenen voor China. En kijkt tegen een achterstand aan van 2 punten. Italy leads in the third set 8-6. Quindi non deve essere proprio potentissima la battuta. La sta tenendo lunga, brava, sulla riga, così l'altra non le alza bene e esce dall'asta. Tu mi raccomando, chiudi l'angolo lì subito. Dai che ci siamo, una mano qui, dai mano, ti dico, se andiamo via adesso. China versus Italy. Last time they played against each other was in the bronze medal match in Moscow, and Italy won. Now they are leading 2 points in the third set. No! Vieni! Guarda, tenete, tenete! We zijn halverwege de derde set. Geen verschil. China versus.
Prachtig! Wat een goed inzicht heeft ze. De bal keihard op je lichaam laten rammen en dan in één keer terugspelen. Dat is echt geen geluk. Mannen. Congratulations, girls. There were some tough rallies. We
we played very good in the first part of the first set. Then we lost some breaks, some side out, but then we returned to play our game, our side out, our break. We do our tactic, so it was a good game. Did you suffer from the heat? What did you suffer? The heat, was it hot? A little for the weather of Netherlands, yes. I think it was hot today. But I think we like playing in very bad conditions. And I think we play a very good match, not in the first set, especially me. But then I think we focus on our strength, on our tactic, and it worked good. So we are happy to win this match. Thank you, girls. Thank you.